namens het OSH-bestuur en Sportclub Heerenveen alle van harte welkom bij de seizoensafsluiting 2019. Mei 2019 alweer. Het is voorbij. Het zit erop. Nou, wat ik van het seizoen vind is dat we heel veel evenementen hebben georganiseerd. Dat er een grote, goede opkomst is geweest. En dat wij een enorme, mooie groep sponsoren hebben. Die zie ik hier ook weer. En die ontzettend krachtig zijn. En vervolgens die kracht naar elkaar uitstralen en elkaar verbinden. En elkaar sterker maken. En niet alleen onderling, maar ook naar de club toe. En die kracht, dat is iets wat we eigenlijk ook voor het nieuwe seizoen willen hebben. En natuurlijk weet ik wel, het seizoen is voorbij. En we hebben ook heel veel momenten gehad dat we in ieder geval op het veld zeiden van god, dat is, nou, laten we snel naar het volgende seizoen gaan. En dat is ook zo, maar we kijken vooral nu vooruit. En dat denk ik in deze groep sponsoren, zoals ik ook hier zie hoe het vandaag gaat, top. Samen zijn we sterk. Ik kan dit niet alleen, zeg ik altijd. En we kunnen het zeker niet zonder u. Dat is de steun van de OSSH. Ik noemde net het woord trots, dat is ook een woord dat bij mij past. Ik ben ook trots en ik wil ook graag trots zijn op de club. Om het over partner zijn van Heerenveen, niet eens zozeer over sponsor, maar het is eigenlijk veel meer. We willen gewoon een relatie hebben met Heerenveen, maar de sponsoren ook onderling. Partners van elkaar en met Heerenveen. Dus ja, als je het hebt over sponsors voor het leven, nou ja, zo voelen wij dat ook. Dus wij genieten heel erg, maar we willen graag soms wel wat meer dan dat we op het veld zien. Dus wat zou je in het komende seizoen willen zien? Ja, dan moeten we gewoon meer punten gaan pakken dan we dit seizoen hebben gepakt. Ik dank jullie wel en ik ga er heel hard tegenaan.